Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, dus ik een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reacties. Ik ga een vlog maken vandaag. Ik ga vandaag naar Elias, dus ik ga eerst even nog ontbijten om 8 uur. Maar ik dacht, ik start de vlog toch al. Omdat het belangrijk is dat ik de vlog al start. Ik ga nog eens zien op mijn terras. Want het ging heel... Het ging niet regenen, maar het ging ook niet warm zijn, dus... Ik voel hoe warm het is. Oh, valt nog wel mee. Ik had er echt verwacht. Ja, het is eigenlijk wel, ja. Het is goed weer, ja. Zie maar, want daar is de zon. Dus ja, je ziet ze. Ja, je ziet ze ook niet. Ja, op zich. Dus tot ze weer bij het volgende stuk. En dat is als ik naar de trein wandel. Hey mensen, we zijn buiten. Ik ben met de Nick. We zijn nu naar het station. Die kant op die. En die is wel sneller, ja. Hè. Hey, als ik naar een trein ga niet komen, rijdt niemand. Ja, soms wel, hè. Soms wel, maar nu niet. Nu wij zelf te kunnen gewoon oversteken. Ja, joh, van mij. Kijk, zo best niet. Het werkt dus, jij kijkt ook volgen op YouTube. Wij zijn live gegaan of wat? Wat lief? We live gaan op YouTube dat of wat? Je kunt dan ook, als je 100 volgers hebt, kun je live op YouTube. Ah. Allee, we kunnen op uw gsm live, vanaf de 100. Maar je kunt ook al live gaan op uw computer, maar... Ja. Ik doe dat op mijn computer meestal, tegenwoordig. Ja, vloggen, maar ik heb geen volgers. Ik weet niet wat een paar posten. Hoe heet je YouTube kanaal, dan zal ik het benoemen straks in de vlog. Ik kan niet zien, ik heb 4G... Ah ja, we moeten wachten tot bij... Nee, maar idee, ik heb het niet. Dus zou ik wachten tot je bij Elias bent. Hé, hey, Nick. Hoppa, we gaan naar Elias, hè. Nee, ik ben aan het filmen zodat zij er niet op staat. Hey mensen, ik ben nu bij Elias, zeg eens iets. Hey, toppers. En ik ben juist met Nick aangekomen. Yo. En we zitten nu op Ravin Nutelando te wachten. Nu ga ik de app... Tot ziens. Amai, zeg, wat is dat hier ineens? Ah, dat is beter. Hey mensen, we zijn nu aan het wachten op Ravin Nutelando samen met Elias en met... Yo. En hij zou dan binnen een paar minuutjes normaal moeten aankomen, maar we zien dat wel. Dus jullie zien hem zoiets in de vlog. Hey mensen, ik ben in Herentals aangekomen samen met... Yo. Met de Nick. En met de enige echte Elias Siemens. Met de topper. Dus dan weten jullie dat vast. Tot straks. Hey mensen, ik ben een vlog aan het maken. Hier is natuurlijk enige echte Ravin Nutelando. Ja, dat is allemaal goed. Hallo iedereen. Enorm best, die vind ik nog altijd goed. En hoe is het nu? Ja, goed met jullie. We kunnen naar huis. Elias is wel nog... Javan is nog wel Pokémon vangen, dus die is er nog niet. Nee. Ik ben hier met Ravin Nutelando en Elias. Steven of niet? Nee, we hebben... Doet de enorm best ook eens in mijn vlog? Dit is niet mijn middelvinger. Dit is... Mijn eenhoornvuist. Voilà, Sen, je hebt hem gezien. Gaan we dan naar huis wandelen? Ja. Vind je raar, hè? Dat zo iemand te pakken dat je niet kent. Ja, Nick. Een vlog in een vlog. Ja, leuk, hè? Ja. Maar ik vlog voor YouTube, niet voor TikTok. Jij ook zeker voor YouTube? We horen het niet aan, Nick. Ik ga weer aan deze eerste. Ik heb niet op de 5G. Ja, die heeft pas bij Elias een jaar van 4G. Ja, nee, ik had niet gewoon naar vroeger, dat ik een andere kant ga. Ja. Ik had hem gepromoot, maar ik kreeg allemaal mensen verzoeken, hè. Ja, ik ken dat. Jij kent ook ook eens. Ja, voilà, ik ken ook heel veel mensen volgen mij, maar ik ken die niet. Nee, maar via mij ook, maar het was iets een wijze. Ja, voilà. Kunnen voordat je daar mijn berichten stuurt, dat snap ik helemaal. Ja, mijn berichten voor privézaken. Ja, kunnen die niet uitschakelen, die privéberichten? Ja, nee, als ze privé sturen, dan ben ik. Ja, ik heb dat uitgeschakeld. Ik heb bij mij gezegd, in aanvraag. Dus dat vragen, dan moeten ze eerst toe... Ik moet dat goedkeuren voordat ze dat doen. Ik heb een andere account aangemaakt, dus... Ja, dat is Ravin. Hi. We gaan subiet twee leuke video's, ja, drie eigenlijk, voor TikTok en twee voor YouTube. Maar dat wordt super leuk, hè Ravin? Zeker. En hoe is het met u, Elias? Nee, alles top. Oh, dat wordt een leuke vlog. Dat is niet, maar dat is zo raar om iemand op bezoek te hebben die ik van TikTok ken, maar niet van echt. Dat is toch, Elias? Ja. Ik ga gewoon. Let's go. Ja. Ja, Ravin heeft nu juist een TikTok opgenomen. Ik ga die ook in deze vlog verwerken als dat mag van je, Ravin.
Zeker, oké. Kijk eens, vandaag ben ik in Herentals met de enige Steven Vos. Ook nog, dag Steven. Dan hebben we ook nog Nick en van achter hebben we Elias. En we gaan er een fantastische dag van maken. Let's go! Hey mensen, Ravin in Zalando is een beetje even live. We gaan eens zien wie dat er in zijn live is. Ik weet dat er eigenlijk mensen zijn die dat jij herkent. Maar als je uw naam ziet in mijn vlog, mensen, had gezien, dan had me laat dat maar in de reacties achter. Ik zeg een ei, kom, ik zie rood. Jezus. Ik zeg een rode tomaat. Ongeveer met mijn tand, ik word zeker gedaan. Kijk eens, Elias, zeg eens iets in mijn vlog. Hé, stoppers. Ik ben ook een vlog aan het maken, een timelapse nu zo te zien. En als je hier ziet, hier staat hem. Ja. In de herfst. Dus ja, en we gaan twee konijntjes laten zien. Hier zitten de konijntjes, Kelly en... Grace. Kelly en Grace. Dat vroegen ze gisteren. Wanneer gaat hij de konijntjes nog laten zien, Steven? Zeg, ja, ergens, hè. Je bent een TikTok homies. Homies? Maar jij kunt dat goed precies. Zijn dat goed in je leven in de klas, hè? Ja, dat is inderdaad goed weer. Van bier. Heb je geweest koken? Ik heb dat geweest, want we hebben deze week spaghetti met broccoli, kruidenkaas. Super! En spekbord, dat was super lekker. En courgettesop met mascarpone. Was super. Ja, Steven. Weet je niet graag, of wat? Gemaakt. Ik ga binnenkort een recept dus meenemen, dat is een heel lekker recept. Ik heb altijd zelf, maar ik heb geen tijd. Die heeft daar geen goesting voor, dus dat. Wie heeft er gisteren zijn krok moeten maken? Ja, ik heb voorgesteld, hè. Ja, dat is waar, ik heb voorgesteld. Ik zou zelf in mijn studio kunnen doen. Wat? Zie je iets? Ruik je iemand die zelf aan het evangelie van jullie vindt? Aurelie, oh ja, dit is... Ik vind dat een slecht mens. Alles even vertrek ik naar mijn werk. Om 8 uur begin ik helemaal thuis, dan ben ik thuis ben 20 na 5 ongeveer. Hey mensen, ik hoop dat jullie een leuke dag gehad hebben. Laat het dan zeker weten in de comments. Mijn dag was super leuk. Hopelijk dat jullie de vlog met heel veel plezier gaan kijken. Alvast veel kijkplezier en tot de volgende keer. Dag!